Selamat datang. Welcome. Saudara-saudara siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amen. Baik kita memuji dan menyembah Tuhan. It's good that we have loven and praise. Karena setiap hari kita akan merenungkan firman-Nya. Dan Tuhan juga tidak diam. Dia selalu membantu kita. Dia selalu mengajar kita. Dia selalu memberkati kita. Untuk kita hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Karena hanya itulah yang kita dapat berikan kepada Tuhan. Pada waktu kami menyanyi Tuhan dengan hati dan pikiran, kami percaya bahwa Tuhan akan bertakhta di atas puji-pujian kita. Pada waktu Dia bertakhta di atas puji-pujian kita, Dia akan memberkati kita. Dia akan memberikan kita kekuatan baru. Bahkan Dia terus memelihara kita. Sekarang kita adalah anak-anak-Nya. Sebelum kita memuji dan menyembah, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang hanya satu tujuan Bapa. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami mau membesarkan Engkau Tuhan. Selama kami hidup, selama kami ada di dunia ini Bapa, hanya nama-Mu saja yang kami besarkan, yang kami muliakan, yang kami tinggikan. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it that you are
the friend of God. Yes. Thank you.
We honor you.
Terima kasih Yesusku. Dan pula Yesus. Glory, haleluya.
Biar Engkau terima kami semuanya daripada kami Tuhan. Haleluya Jesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu
janji-Mu ya dan amin Tuhan. Dank u wel voor alle beloftes, ja en amen Heer. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. U verlaat ons nooit. Bahkan Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak Bapa. U laat ons ook nooit vallen Heer. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang luar biasa. Dank u wel voor de buitengewone hulp. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, panjang sabar-Mu bagi kami semua di tempat ini. Dank u wel voor de aanhoudende liefde Heer. Kami ada sebagaimana kami ada hanya karena kasih karunia-Mu. We stand before You, alleen maar door Uw genade. Terima kasih Tuhan. Dank u wel. Berkati setiap anak-anakmu yang ada di tempat ini Tuhan. Zeker alle kinderen die hier zijn. Bahkan mereka yang tidak bisa datang juga Engkau berkati Tuhan. Ook degene die niet kunnen komen, die zegen ze. Terima kasih Tuhan. Dank u wel Heer. Kami hanya mau menyembah Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. We willen alleen maar U gaan loven. Terima kasih Yesus Kristus. Dank u wel. Untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Engkau telah menjadikan kami kepala bukan lagi ekor. Karena kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Bapa. Dank u wel Heer. Untuk anak-anakmu ini Tuhan. Voor uw kinderen Heer. Mereka adalah the next generation Tuhan. Ze zijn de volgende generatie Heer. Generasi yang jauh lebih baik daripada kita Tuhan. Een generatie die veel beter is dan onze generatie. Mereka akan menjadi kepala dimanapun mereka berada. Ze zullen dus allemaal het hoofd gaan bekleden, waar ze ook zijn. Engkau akan menempatkan mereka di tempat yang tertinggi, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. U zal hen dus op de hoogste plaats gaan plaatsen, alleen maar voor de Heer. Karena Engkau menciptakan mereka. Want U heeft hen geschapen. Untuk kemuliaan nama-Mu saja. Voor de heerlijkheid. Terima kasih. Dank u wel. Untuk bungkus mereka di dimanapun mereka berada. Bedek hen, waar ze ook zijn. Baik di sekolah. Op school. Baik dia sedang bermain di luar. Ook als ze buiten aan het spelen zijn. Biarlah campur tangan-Mu tetap ada di anak-anak ini. Dat u altijd met hen bent. Terima kasih. Dank u wel. Juga untuk guru sekolah minggu. Ook voor de zondagsschooljuffrouw. Biarlah dia menjadi orang yang sukses di dalam Engkau. Dat ze ook succes mag zijn in U. Dan apa yang diperbuatnya berhasil. En dat wat zij doet is een succes. Dan mereka dan dia akan menjadi contoh bagi yang lain. En dalam nama Yesus. Voorbeeld mogen zijn voor de anderen. Terima kasih. Dank u wel. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Shalom. 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 Okay. Yes, puji syukur kita ada lagi di tempat ini. Praise the Lord, tapi hier allemaal mogen zijn. Semua ini hanya karena kasih karunia-Nya yang luar biasa untuk kita. Dat is alleen maar zo door zijn buitengewone liefde voor ons. Kita sehat. Wij zijn gezond. Kita kuat. Wij zijn krachtig. Itu karena dia. Dat is door u. Setiap hari, setiap pagi kita hanya dapat mengucap syukur kalau kita boleh bangun dengan sehat. Amen. Iedere ochtend mogen we dus zelf gaan lopen en prijzen als wij dus gezond kunnen opstaan. Benar, itu hadiah yang sangat luar biasa. Dat is de mooiste cadeau wat er is. Berarti kita harus menyadari. Betekent dat wij nog beseffen. Kita masih sehat, baru kita harus memuliakan namanya. Amen. Als wij nog gezondheid zijn, moeten we zijn naam verheerlijken. Amen. Ya. Tema ini hari mungkin yang saya akan sampaikan adalah bersukacitalah senantiasa. Het thema van vandaag is wees blij, wees altijd blij. Keadaan kita kurang baik mungkin. Soms is het zo dat het niet goed gaat met ons. Tetapi Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Maar God zegt van wees steeds blij. Saya langsung aja masukkan ke Filipi 4. Ik ga gelijk naar de Filipijnen 4. Boleh dibaca 4 sampai 9. Vers 4 tot 9. Vers 4. Wees blij in de Heere. Ik zeg het toch eens. Verheug u in Hem. Vers 5. Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Heere is dicht bij u. Amen. Vers 6.
Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel God al uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet hem te danken voor alles wat hij doet. Amen. Vers 7. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. Vers 8. Broeders, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat. Kortom, alles wat deugdzaam en loflijk is. Vers 9. Breng niet alleen in praktijk wat u van mij geleerd hebt, maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt. Dan zal de God van tevreden met u zijn. Amen. Amen. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dank u wel, Heer. Biarlah firman-Mu ini dat het woord, Roh Kudus sendiri yang lebih lagi bekerja di dalam setiap hati kami. Dat de Heilige Geest in ons hart verder gaat werken. Sehingga setiap kami boleh mengerti. Zodat ieder van ons kan begrijpen. Apa yang menjadi isi hatimu pada pagi hari ini. Wat uw verlangen is vanochtend. Dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Kembali ke ayat 4. We gaan terug naar vers 4. Wees blij in de Heer. Ik zeg het nog eens. Verheugt u in hem. Kita harus bersuka cita. Ayat ini katakan harus. In dit vers werd gezegd, wij moeten blij zijn. Dan dengan kita bersuka cita, en omdat wij blij zijn, kita akan mendapatkan kekuatan kembali. Yes. Zullen we dus weer onze kracht terugkrijgen. Dan kita mengingat anugerahnya itu yang luar biasa. En dan denken wij dus ook naar zijn buitengewone genade die hij ons gegeven heeft. Itu tidak mudah. Dat is niet makkelijk. Terutama buat saya katakan kepada diri saya. Vooral voor mij. Ik zeg tegen mezelf. Saya dalam problemen atau dalam tekanan. Ondanks dat ik problemen heb of onderdrukking ervaar. Saya katakan kepada diri saya, bersukacitalah Nana, bersukacitalah. Ik zeg tegen mezelf, wees blij Nana, wees blij. Apapun yang terjadi memang tidak enak. Wat er ook gebeurt, het is soms niet prettig. Tetapi Tuhan katakan, disitulah kekuatanmu. Wow. Maar God zegt, daar put je het kracht. Pada waktu kita menyadari hal itu, als wij dan dat gaan beseffen, ya, kita akan mengingat anugerahnya Dia yang luar biasa untuk kehidupan kita. Zullen we denken aan zijn buitengewone genade die Hij ons gegeven heeft. Kita tidak akan lagi melihat hal-hal yang onzin, zeg maar, yang negatief. We zullen dus niet meer naar de kleine dingen, kleine onbenullige dingen eigenlijk gaan zien. Rugi untuk melihat hal-hal yang kecil yang tidak berguna itu. Het is schadelijk om eigenlijk alle onbenullige dingen te gaan zien. Kita harus tetap bisa bersuka cita. Mungkin keadaan kita pada saat ini sakit ataupun apapun itu, tapi itulah kekuatan kita di situ. We moeten blijdschap hebben. We moeten blij zijn. Ondanks dat we het niet kunnen, maar daar putten we ons kracht uit. Karena janjinya ya dan amin. Want zijn belofte is ya en amin. Pada waktu kita berusaha untuk bersuka cita, als wij proberen om blij te zijn, kekuatan itu pun akan diberi oleh Tuhan. Die kracht zal God aan ons geven. Tidak ada yang bisa memberi kekuatan itu kembali. Niemand kan dus die kracht teruggeven. Oleh karena itu, en daarom, seringkali kita katakan kita harus mengucap syukur kalau kita ada di dalam problem, benar? Moeten we eigenlijk God danken als wij dus problemen hebben. Disitulah kita akan keluar dan kita akan kuat. Daar uit de problemen zullen we dus de kracht uitputten. Bukannya saya bilang, oh Tuhan kasih saya problemen terus-terus, bukan itu. Ik zeg niet aan de Heer, Heer geef mij meer problemen, nee. Tetapi pada waktu problemen itu dikasih, maar als er problemen komen, saya keluar akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Zal ik uit de problemen komen als een overwinnaar, zelfs meer dan een overwinnaar. Benar? Ja. Tapi kalau hidup kita monoton hanya enak terus. Maar als ons leven heel monoton is, altijd goed. Kita tidak ada struggle di dalam kehidupan kita ini. We hebben geen strijd in ons leven. Seringkali saya katakan, jangan mencari masalah. Ik zeg altijd van, je moet geen problemen uitlokken.
Nanti dia datang sendiri. Maar de problemen zullen dus vanzelf komen. Kadang-kadang problemen itu yang nggak ngerti tiba-tiba plus ada di depan mata. Soms is het zo dat die problemen plotseling voor je ogen staan. Saya kadang-kadang, oh Tuhan, apalagi nih ya? Ik zeg soms, Heer, wat nog meer? Apa yang harus saya lakukan ini? Wat moet ik gaan doen? Kadang-kadang, sabar, sabar. Soms zeg ik, geduld hebben en geduld hebben. Tapi mengucap syukur. Maar steeds dankbaar. Ja, kita akan menjadi pemenang. Wij zullen overwinnaar zijn. Mengucap syukur. Bersuka cita. Dalam segala hal. Coba kita boleh juga lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Wij gaan kijken naar 1 Tesalonica 5 vers 1 tot 6. 16, ya ini. Oh, 16. 16 ya. Tot 18, ya. Ja. Vers 16. Wees ook altijd blij. Vers 17. Bid onophoudelijk. Amen. Amen, yes. Vers 18. Wat er ook gebeurt, dank altijd God, want Hij wil dat u als christenen zo leeft. Kita diajari untuk tetap mengucap syukur. Wij worden geleerd om altijd te danken. Untuk tetap berdoa. Om altijd te bidden. Itulah gaya hidup kita sebagai anak-anaknya. Dat is eigenlijk ons levensstijl als zijn kinderen. Tuhan sangat luar biasa untuk setiap kita. God is buitengewoon voor ieder van ons. Setiap kita mempunyai masalah yang berbeda. Ieder van ons heeft een ander probleem. Karena Tuhan tahu kekuatan masing-masing, amin. Want God weet de kracht van ieder van ons. Jangan coba bilang, aduh problem saya lebih besar loh dari kamu. Ih, enggak, bukan begitu. Je moet niet zeggen van mijn problemen zijn meer dan jouw problemen. Karena takarannya beda, takarannya beda. Want de maat is anders. Semuanya sebenarnya sama. Eigenlijk is alles hetzelfde. Saya suka ketawa kalau lihat orang justru senang kalau saya lebih lumur, saya lebih susah lagi loh masalah saya. Saya suka ketawa sendiri. Ik moet soms altijd lachen als iemand zegt van mijn problemen zijn groter dan jouw problemen. Sama sebenarnya. Eigenlijk is het hetzelfde. Semua punya maat yang masing-masing. Amin. Ieder heeft een eigen maat. Okay. Amin. Kita kembali ke Filipi 4 ayat 5. We gaan terug naar Filipijnen 4 vers 5. Yes. Laat de vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Heer is dicht bij u. Kita harus melakukan tadi dengan sukacita segalanya. Wij moeten dus met blijdschap alles gaan doen. Tetap berdoa. Steeds bidden. Karena Tuhan sudah dekat. Want God is dichtbij. Kita sebagai anak-anaknya harus percaya, harus percaya. Wij als zijn kinderen, wij moeten geloven. Bahwa Tuhan Yesus akan datang seketika, sewaktu-waktu. Yesus plotseling terug kan komen. Nggak usah tanya kapan, besok, kemarin, of apa, nggak usah tanya. Dus je hoeft niet te vragen van morgen, of gisteren, of wanneer. Kita percaya. Wij geloven. Karena pada waktu kita percaya, want als wij geloven, pasti kita membenahi diri kita. Yes. Gaan wij dus onszelf, memperbaiki kehidupan kita. Ya, we gaan onszelf dus goed maken. Ya, karena kita op orde zetten. Ya. Kalau dia datang, kita mau kita sudah siap. Als, want als hij komt, dan staan wij eigenlijk klaar om met hem mee te gaan. Jadi tidak, kalau hal-hal yang nonsens itu kita tidak usah pikirkan lagi. Dus, alle onnodige dingen mogen we weggooien. Oke, fokus. Fokus naar de Heer. Tuhan bisa datang seketika. Want hij kan plotseling komen. Jadi kita harus berjaga-jaga. Dus dan moeten wij waakzaam zijn. Ya. Saya coba deh, kalau kita tahu hari ini adalah hari kita yang terakhir. Als wij weten dat vandaag onze laatste dag is. Ya. Besok kita sudah tidak ada. Morgen zijn wij er niet meer. Kita akan bersiap-siap, benar? Zullen we dus eigenlijk klaarstaan. Begitu juga ya, the houding seperti itu yang harus kita miliki. Dus dit is eigenlijk de houding die wij moeten aannemen. Amin. Semua ini untuk kemuliaan namanya. Kita, saya bukan menakut-nakutkan. Bukan untuk menakut-nakutkan. Ik wil jullie niet bang maken. Tetapi dengan cara begini, maar door dit te gaan doen, kehidupan kita akan lebih baik dan lebih baik. Ons leven zal beter en beter worden. Itu tujuan kita mengikut Yesus agar
kita ini menjadi pemenang bahkan lebih dari pemenang. Dat is eigenlijk ons doel om Jezus te volgen, dat wij dus overwinnaar en overwinnaar zijn. Tetapi kalau kehidupan kita itu sama, tidak ada overwinning ya, buat apa? Maar als wij dus ons leven, in ons leven geen overwinning hebben, waarvoor doen we dat? Benar? Het is zo, ja. Coba kita boleh lihat sebentar di 1 Tesalonika 5. We kijken naar 1 Thessalonicense 5. 1 sampai 6. 1 tot 6. Vers 1. Ik hoef u niet te schrijven wanneer en onder welke omstandigheden dit allemaal zal gebeuren. Broeders, u weet immers dat de grote dag van de Heere geheel onverwacht komt, als een dief in de nacht. Amen. Amen. Vers 3. Terwijl de mensen zeggen, sorry. Ja, dat klopt. Terwijl de mensen zeggen, er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar, zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw overvallen. Geen van hen zal eraan kunnen ontkomen. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten. Vers 4. Broeders, u leeft echter niet in het donker. Amen. We zijn niet we leven niet in het donker. Ja. Die dag zal u niet overvallen als een dief. Amen. 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 Yes. Want u bent allemaal kinderen van het licht. Amen. Kinderen van de dag. Amen. We hebben niets te maken met de nacht en het donker. Amen. Amin. Amin. Kita nih orang pilihannya gitu loh. Wij zijn door hem allemaal uitgekozen. Ya. Ruhover lah ketawa dia. Je zijn zo afgezet. Amin. Kita ini ada di terang. Wij zijn in het licht. Kalau kita terang, als wij licht zijn, ja, kita akan membawa damai di sekeliling, amin. Yes, amin. Zullen we dus de vrede meenemen om ons heen. Kemanapun kita pergi, kita membawa damai. Amin. Waar we ook naartoe gaan, wij nemen de vrede mee. Orang senang kalau ada kita. Mensen zijn blij als wij er zijn. Aduh, Ibu Vera ada di sini. Aduh, saya senang sekali. Ik ben blij om jullie weer te zien. Amin. 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 Terang itu ada di dalam kita, omdat het licht in ons is. Tapi kalau donker yang ada di kita, orang akan lari. Maar als het donker is, donkerheid in ons is, loopt iedereen weg van ons. Oké. Bangun, kita harus sadar ya, kita ini adalah terang. Wij moeten dat wij het licht zijn. Oke. Kita coba kembali ke Efesus 4 ayat 6. We gaan naar Efesus. Efesus. Filippenzen 4 vers 6. Ja. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel God al uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet hem te danken voor alles wat hij doet. Ini tugas kita. Amen. Amen, bro. Dit is onze plicht. Kita nggak usah khawatir. Wij moeten niet bang zijn. We hoeven niet bang lakukan te zijn. Lakukan saja hal ini. Do it. Ya, kita hanya yang tadi saya di Tesalonika katakan berdoa, jangan putus-putus untuk berdoa. Tesalonicense werd gezegd van bid onophoudelijk. Ayat ini juga mengajar kita untuk kita tetap mau berdoa, tidak khawatir dengan hal-hal yang kecil-kecil. So is that ook met deze vers, dat we dus altijd moeten gaan bidden voor ook voor kleine dingen, hoeven we niet bang zijn ook voor onze problemen. Tuhan pasti akan membuka jalan untuk kita. God zal zeker een weg openmaken voor ons. Karena pada waktu kita berdoa, als wij dus gaan bidden, kita memperbaharui kepercayaan kita itu kepada Tuhan. Benar? Wij vernieuwen ons geloof naar de Heer. Karena kalau kita berdoa berarti kita tahu toch kita tidak sanggup. Benar nggak? Als wij dus gaan bidden, weten wij dat wij eigenlijk niet kunnen of niet capabel zijn. Kita minta tolong toch? Wij vragen om hulp. Dan membangun kepercayaan kita kepada Tuhan lebih lagi. En bouwen dus het geloof naar de Heer toe.
Dan ayat ini juga mengajar kita. And deze versie leert ons bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu, dat de vrede die de Heer ons gegeven heeft, itu akan menjaga hati dan pikiran kita. Die zal ons hart bewaken en ook onze gedachten. Coba deh kalau kita lagi kesel. Als wij dus boos zijn, ya. Macam-macam akan keluar di sini kita, benar? Dat zijn alles in onze gedachten. Ooh. Alle lelijke dingen zitten in onze gedachten. Karena damai itu hilang. Omdat de vrede op dat moment dus weg is. Saya bilang di sini, bukannya kita orang Kristen tidak boleh marah. Ik zeg hier nogmaals, als Christenen, het is niet zo dat wij dus niet boos moeten worden. Karena marah itu adalah emosi, benar? Ja, omdat het boosheid eigenlijk emotie is. Tetapi kalau kita marah, cepat diselesaikan. Maar als we boos zijn, moet het snel dus in orde gemaakt worden. Kalau tidak diselesaikan dengan secepatnya, akhirnya akan meledak. Als het niet snel goed gemaakt wordt, dan zal het dus uitbarsten. Padahal tidak tahu masalahnya apa. Terwijl je eigenlijk niet weet wat het probleem is. Kasihan, hè? Eigenlijk is het zielig. Ja, ja toch? Marah tapi nggak tahu masalahnya. Je bent boos, maar je weet niet waarom, wat het probleem is. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu sangat luar biasa. Amen. De vrede die de Heer ons geeft is buitengewoon. Dan Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita di dalam segala perkara. En God zal ons dus kracht geven in al onze problemen. Amen. Amen. Amin, bro. Amin. Puji Tuhan. Iya. Ya. Saya melihat sebentar. Saya melihat Bro Hover sekarang sudah lain sekali. Amin. Oh, isi dari Bro Hover sudah heel anders is. Kalau datang sudah halo, smile. Hij komt binnen met een hele grote lach. Kita juga ikut smile. Amin. Itu maksudku tuh gitu loh. Jangan datang. Jangan cemberut begitu datang. Je moet niet binnenkomen en chagrijnig zijn. Kita jadi ikut chagrijnig juga. Dan gaan wij ook allemaal chagrijnig worden. Want dat. Het leven is toch ook een feestje. Amen. Yes, dat is het zo, ya. Oke. Puji syukur semuanya punya damai sejahtera rupanya. Iedereen pada happy aja tuh, happy aja. Iedereen is gelukkig. Ya. Oke. Kita tadi saya harus percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Udah hafal tuh. Saya enggak usah baca lagi. God helps met alles om onze vrede en om onze vrede te krijgen. Ya, amin. Sudah pada hafal tuh, Bu. Ya, iedereen weet het al uit de hoofd. Saya langsung ke 7 ayat 7. Udah pintar. Want zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. Kita di dalam Kristus, bukan? Wij zijn in Christus, toch? Berarti kita punya damai sejahtera. Betekent dat wij de vrede hebben. Dan itulah yang menjaga hati dan pikiran kita. En die waakt over ons hart en ons gedachten. Mantap, gitu. Het is zo zeker. Gak usah bayar, gratis. Je hoeft niet te betalen, het is alles gratis. Karena Jezus yang ada di dalam kehidupan kita. Door onze Jezus die ons leven is. Amen. Amen. Yes. Ayat 8. Vers 8. Broeders, richt daarom je gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is. En wat goed bekend staat. Kortom, alles wat deugdzaam en lovelies. Ini yang paling luar biasa kalau mengikuti ayat ini. Dit is buitengewone vers. Ayat ini mengajar kita agar dapat mengalami damai sejahtera Tuhan itu. Deze vers leert ons om de vrede van de Heer om dat te kunnen ervaren. Ayat inilah. Dit is dus de vers. Kita renungkan. Dit moeten we dus erover nadenken. Dit moeten we overpijzen. Ja. Dibaca.
Broeders, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is. En wat goed bekend staat. Kortom, alles wat deugdzaam en loflijk is. Ini paling luar biasa. Het is een buitengewone vers. Kan lebih baik mikirin hal yang ini daripada yang onzin-onzin. Het is beter om deze vers, om over deze vers na te denken dan alle onzinnige dingen. Daripada usakit hati terus. In plaats van door maar hartzeer te hebben. Kan lebih baik mikirin ini. Het is beter om hierover na te denken. Saya kan juga manusia. Saya kan kadang-kadang suka kesel juga, sedih dan segalanya tentu. Ik ben een mens en af en toe ben ik ook boos. Ya udah, ingetin aja ini. Dan denk ik alleen maar aan deze vers. Biar damai sejahtera itu kembali. Dat de vrede weer terugkomt. Saya juga ada waktu-waktu yang saya kalau dibilang udah burnout gitu loh. Af en toe heb ik ook momenten dat ik een burnout heb. Dat ik gak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Dus momenten wat ik ook niet weet wat ik moet gaan doen. Karena kita masih manusia, benar? Omdat wij nog allemaal mensen zijn. Tapi Tuhan ingatkan lagi, kembali ke ayat ini. Maar God waarschuwt, ga terug naar deze vers. Ya, ingat apa yang harus engkau perbuat. Denk eraan, wat moeten jullie gaan doen? Pada waktu kita merenungkan hal-hal yang baik, pasti Tuhan akan membuka jalan dalam segala hal. Yes. Als wij nadenken over de goede dingen, dan zal God een weg voor ons openmaken. Kalau saya boleh sedikit dulu, saya orang yang penuh khawatir. Ik was vroeger altijd heel erg bezorgd. Ya, cemas, khawatir. Ik ben altijd heel erg bezorgd. Akhirnya saya yang pusing kepala. Uiteindelijk krijg ik zelf hoofdpijn. Ya, akhirnya jadi kurus. Uiteindelijk ben ik heel mager geworden. Karena nggak bisa makan. Omdat ik niet kan eten. Tapi sekarang puji Tuhan. Maar nu, prijs de Heer. Walaupun masalah itu datang. Want als dat de problemen komen. Karena damai sejahtera Tuhan, dia angkat saya lagi. Amen. Door de vrede van de Heer, word ik dus door hem opgeheven. Dia ingatkan lagi. Hij laat zich weer eraan denken. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dat hij een levende God is. Dia tidak pernah meninggalkan kita, amin. Hij zal ons nooit verlaten, amin. Masalah apapun Tuhan bisa tolong. Welke probleem ook is, God kan het helpen. Dia akan membuka jalan. Hij zal de weg openen. Tapi kita lakukan bagian kita. Maar wij moeten dus onze deel gaan doen. Kalau kita hanya ingin melakukan apa yang kita ingini, ya sukar. Als wij alleen maar dat willen gaan doen wat wij willen, dan wordt het moeilijk. Tapi apa yang Tuhan inginkan? Maar we moeten doen dat wat Hij dus wil. Terus saya sedikit agar saksian belakangan ini. Een kleine getuigenis. Saya cukup down, zeg maar. Was ik behoorlijk down. Sepertinya serangan dari sini, enggak satu serangannya. Kayaknya dari depan belakang diserang semua. Het lijkt alsof ik van alle kanten overvallen word. Ya. Saya bilang ini Tuhan apa maksudnya? Ik zeg Heer, what is the bedoeling? Sekarang anak sebagai manusia saya mau menyerah. Af en toe als mens wil ik eigenlijk alles overgeven. Tapi Tuhan ingatkan. Maar God zegt, saya punya tugas dengan kamu. Ik heb een taak voor jou. Kamu tidak bisa lari begitu aja tanpa alasan yang tepat. Je kan niet zomaar weglopen zonder een goede reden. Kalau kita lari saja tanpa alasan, kita tidak akan pernah sampai tujuan. Als wij iedere keer gaan vluchten voor een probleem, komen we nooit op onze doel. Pasti kita akan ketemu lagi itu probleem. Uiteindelijk zullen we die problemen weer tegenkomen. Mulai lagi, capek deh. Gaan we weer beginnen, dan word je er moe van. Lebih baik kita terusin aja deh. Het is beter om door te gaan. Kan udah setengah, tinggal setengah lagi kok. Het is eigenlijk al de helft, dus nog de andere helft. Amin. Amin. Namanya kalau gak ada Yesus, gak ada Roh Kudus, pusing kita. Als we geen Yesus en geen Heilige Geest hebben, krijgen we hoofdpijn. Amin. Amin. Coba di ayat 9. Silakan. We kijken naar vers 9. Yes, ini. Breng niet alleen in praktijk wat u van mij geleerd hebt, maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt. Dan zal de God van de vrede met u zijn. Amen. Amen.
Paulus katakan, Paulus zegt, kalau kita melakukan ayat yang 8 tadi, als wij dus die vers 8 gaan doen, ayat ini menjanji, deze vers 9, bahwa damai sejahtera akan menyertai kita. Die zegt dat de vrede met ons dus zal zijn. Kan mendingan mikirin ini daripada onsen-onsen, benar gak? Het is beter om deze vers erover na te denken dan alle andere onsen. Jangan pikir, oh si A bikin begini, si itu B bikin begitu, ya. No. Niet denken, A doet dit, B doet dit. Tapi pikirkanlah ini. Maar denk hierover. Pusing gak bisa tidur, ya. Dus krijg je hoofdpijn en je kan niet slapen. Oke. Tuhan kita luar biasa. Onze God is buitengewoon. Jadi bersuka citalah. Wees blij. Dalam segala hal. In alles. Itu kita harus praktekkan. Dat moeten we in praktijk brengen. Dat moeten we gaan oefenen. Jadi kita ini adalah orang-orang pilihannya. Wij zijn door hem uitgekozen. Kita ini terangnya. Wij zijn zijn licht. Ya, jadi kita harus membawa damai itu kemana-mana. Dan nah, moeten we die vrede overal naartoe meenemen. Sehingga orang lain bisa besmetlet dengan vrede yang ada di dalam kita. Amin. Zodat andere mensen ook besmet raken. Yang die vrede die wij meenemen. Yang sedih jadi senang lagi ada kita. Yang die verdrietig zijn, die worden weer blij door ons. Kan? Yes. Puji syukur. Prijs Heer. Rasa ini firman saya untuk hari ini. That is my word for vandaag. Biarlah firman ini yang menguatkan kita semua. Dat het woord ons allemaal kracht zal geven. Roh Kudus, Heilige Geest. Biarlah Engkau yang bekerja lebih lagi ke setiap anak-anakmu di tempat ini. Dat u verder gaat werken in ieder van de gemeenteleden die hier zijn. Firman ini Roh Kudus saja yang bisa menyempurnakannya. Dat alleen de Heilige Geest dit dus verder zal gaan uitwerken. Terima kasih. Dank u wel. Setiap kali Engkau mengingatkan kami. Iedere keer als u ons eraan herinnert. Melalui firmanmu. Langs uw woord. Firmanmu. Uw woord. Setiap hari adalah baru. Uw woord is iedere dag nieuw. Terima kasih Tuhan. Dank u wel Heer. Engkau sangat mengasihi kami. U heeft ons zo lief. Ini yang dapat kami berikan. Dit is wat wij kunnen geven. Mengucap syukur dan bersuka cita dalam segala hal. Dankbaar en blij zijn in alle. Karena kami tahu. Want wij weten. Segala sesuatu ini untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap anak-anak. Dit alles is voor onszelf, voor onze goedheid, voor alle kinderen. Terima kasih. Dank u wel. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa. Degene die ziek zijn die geneest. Yang dalam masalah Engkau buka jalan. Die problemen heeft, daar maakt een weg open. Yang sedih Engkau ganti sukacita luar biasa. Die verdrietig zijn, die geeft u blijdschap. Damai sejahtera Yesus. De vrede van de Heer Jezus. Menyertai kita semua. Die is met ons allemaal. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Saya sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saya percaya saudara-saudara. Bahwa Tuhan memberikan kita damai dan sejahtera. Amin. Itu firman-Nya hidup. Tapi kita harus pegang terus. Amin saudara-saudara. Kali ini pujian ini satu kali lagi. Basin head forth from home. Basin no stranger being at home. Helpful, helpful, helpful.
komen. Alle moeders. Alle moeders. Oh, de moeders mag ook, hè? Ya. Oma, oma juga boleh. Karena oma juga moeders, ya. Toekomst, toekomstige moeders mogen. Yes. Waar zijn de toekomstige moeders? Oma, de moeders. Wat wil je zeggen? Ibu. Ibu. Cantik-cantik ibu-ibunya, ya. Boleh mudah sekali. Anak-anak Tuhan toh. Ini pondok. Alin, berikan itu tepuk tangan dulu dong. Kita ada satu bunga untuk mereka. We have a bloemetje voor de moeders. Ibu Sandra. Surga. Terima kasih untuk hari yang spesial ini untuk ibu-ibu. Di mana Engkau memilih mereka menjadi ibu. Menjadi seorang ibu rumah tangga. Yang melayani anak-anak. Bukan hanya melayani anak-anaknya Tuhan. Tetapi melayani suami. Sesuai dengan firman-Mu. Net als wat u woord zegt. Istri mengasihi suami. Vrouw die heeft de man. Bahkan suami mengasihi istri. Zoals de man die heeft de vrouw lief. Kasih yang Kau berikan kepada mereka, Tuhan. De liefde die u hen gegeven hebt. Pada hari ini. Kami berdoa untuk ibu-ibu. Bidden we voor alle moeders. Yang selalu siap untuk melayani rumah tangga. Die altijd klaarstaan om hun gezin te dienen. Yang siap selalu untuk mengajar anak-anaknya.
di klasdaan memberikan tentang onderwijs. Supaya anak-anaknya besar. Zodat de kinderen groot kunnen worden. Dan mempunyai hikmat. En wijsheid krijgen. Dan itu hambamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Daarom bid u dienst krijgen in de naam van Jezus. Tutup mulut ibu-ibu ini dengan darahmu yang kudus Tuhan. Bedekt deze moeders met. Pagari mereka dengan malaikat-malaikat surgamu. En omring hen met de engelen van de hemel. Pagari kau tambahkan hikmat. En zodat de wijsheid die gaat sehingga mereka terus dapat melayani untuk rumah tangga yang baik. Zodat je verder in de thuis. Yang takut akan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Mededeling untuk minggu depan. Mededeling voor volgende week. Kita mulai jam 10 pagi. De dienst begint om 10 uur 's ochtends. Tempatnya di Jubal. Hier, bij Jubal. Kalau saudara-saudara ada teman-teman. Als jullie dus vrienden hebben. Atau anak saudara. Of uw kinderen. Yang ingin datang ajak mereka kemari. Die verlangen om te komen. Untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amen. Om God te loven en te prijzen. Yang kedua. Punt 2. Ada yang ulang tahun? There is iemand die jarig. Broeder Audi. Broeder Audi. Tapi Broeder Audi tidak ada. Broeder Audi is er vandaag niet. Nanti kita doakan juga ya. Gaan we voor hem straks bidden. Saya undang, mengenai kolektor, saudara-saudara bisa masukkan di dalam kotak sana. The collector, we have here a doos for the collector. Mari kita akhiri kebaktian kita, saudara-saudara. Laten we ons dienst beëindigen, broeders en zusters. Saya sudah undang untuk berdiri. Ik nodig jullie uit om op te staan. Yesus kau sungguh besar. Ajak sempurna dan mulia karyamu. Yesus ku percaya. Yesus Tuhan menolong hidupku, tuntun jalanku di jalanmu, pimpin langkahku, melakukan
te prijzen. Satu hal yang kami minta Tuhan. Eén ding vragen wij. Dus Engkau bersama kami. Dat U altijd met ons bent. Terima kasih Bapa. Dank U wel, Vader. Sebelum kami menerima berkat daripada-Mu. Voordat we de zegen kami mohon berdoa untuk broeder Audi. We willen bidden voor onze broeder. Di mana Engkau telah memberikan satu tahun yang baik Tuhan. Pakai dia lebih lagi Bapa. Di tahun-tahun yang baru ini Bapa. Sehingga dia boleh terus tetap bersama Engkau Tuhan. Kau berikan kekuatan. Kau berikan kesehatan. Dan hikmat Kau tambah-tambahkan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Karena begitu besar kasih Bapa. Dan kasih Yesus Kristus Tuhan. Sama bersukuan Roh Kudus yang manis. Telah menyertai saudara dan saya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan sukacita Yesus Kristus Tuhan. Diberkatilah pernikahanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah anak-anakmu dan menantumu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan diberkatilah pekerjaanmu, pelayananmu, bisnismu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Amin. Amin.